I'm working out with Lift Society today. That's who you hear in the background. If you're bored, oh, yeah. Join. I love that we have a big living room. I'm also recording for YouTube. So. Welkom terug op mijn kanaal. Vandaag is quarantaine dag 5, denk ik. Of 4? 4 of 5 of 6. Ik ben de tel kwijt. Maakt niet uit. Ik ben binnen. Ik ga vandaag vloggen in het Nederlands. Omdat ik geen zin heb om na te denken over Engels. En mijn Nederlands wordt best wel slecht. Dus ik moet gewoon iets meer Nederlands praten. Dat wordt grappig. Want ik ga ook Nederlands tegen mijn huisgenoot praten. En zij is Amerikaans. Vandaag ben ik opgestaan. Ik heb een workout gedaan. En die zal ik ook in deze vlog verwerken. En nu ga ik eten. Dit wordt mijn ontbijt, lunch. Het is al 12:30. Maar ik heb nog niks gegeten in de ochtend. Alleen maar heel veel water gedronken tijdens mijn workout. Ik denk dat ik een linzensoepje maak met stokbrood en kruidenboter. Daar heb ik heel veel trek in. Dus let's go to my kitchen. We zijn allebei viespeuken, want we hebben nog niet gedoucht. Toch, Mercy? I'm cutting onions. Oh, ze is uien aan het snijden. En ik ben allergisch voor rauwe uien. Dus ik moet ver bij haar vandaan blijven nu. How long? Hoe lang duurt het voordat je klaar bent met uien snijden? I'm gonna put oil and then like 30 seconds. Oh, oké, perfect. Ik ga vandaag Nederlands tegen je praten en je moet raden wat ik zeg. Oké? Oké. Did you understand what I said? Oké, I'm gonna talk Dutch to you today and you have to guess what I'm saying. Oké. Nou, ik ga eventjes uit de keuken, want ik ben echt allergisch voor rauwe ui. Ik ben heel erg benieuwd of andere mensen dat hebben. Wie is er allergisch voor rauwe ui? Dus ook alleen rauwe ui. Als het gebakken is of op een pizza, weet je, gebakken of uit de oven. Gewoon niet rauw. Dan kan ik het eten en dan kan ik er ook naast zitten. Maar als iemand bijvoorbeeld naast mij rauwe ui snijdt en dan begint te bakken, dan heb ik de volgende dag een hele dikke keel. Echt heel dik. En dan doet het pijn met slikken. Ademen doet pijn. Praten doet pijn. Dus volgens mij is het echt een allergie. Wat ik heel jammer vind. Want ik vind de ui best wel lekker. Maar ja, ik kan alsnog gebakken ui eten. Maar heeft iemand dat ook? Ik ben heel erg benieuwd. Let me know in de comments down below. Ja, en aangezien het nu quarantainetijd is, heb ik heel veel tijd om content te maken. Wat ik heel erg leuk vind eigenlijk. Want ja, ik heb niks anders te doen. Ik ga denk ik Harry Potter kijken vanaf het begin. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ik weet niet of er 10 films zijn gemaakt. Ik weet het niet eens. Maar ik weet dat ik er een paar heb gemist. En mijn huisgenoot heeft helemaal geen Harry Potter gezien. Nooit. Dus dat is echt schande. Dus dat gaan we vandaag denk ik doen. Ik heb gisteren 3 video's gefilmd die ik ga editen. Als je mijn andere self-care, quarantine en self-care video nog niet hebt gezien.
go check it out. Ik laat zien hoe ik mijn gezicht scheer. Dat doe ik al een tijdje. Daarvan krijg ik een hele mooie huid. En daardoor zit mijn make-up gewoon super mooi. Dus, en ik doe een gezichtsmasker. Ik doe mijn haar. Het is gewoon een relaxte video met good vibes. Are you done? Oh, Nederlands. Ben je klaar? Ben je klaar? Oké. Ik heb net tegen mijn viewers gezegd dat jij nog nooit Harry Potter hebt gezien. Oh, yeah, I haven't seen any of the Harry Potters. Schande. Like, none of them. Schande. Like, none of them. Schande. Never. Schande. Schande. What the fuck? Oh, yeah. Never. I've never, ever, ever. Hoe kan dat? Raar, hoor. Ik vertrouw geen mensen die nog nooit Harry Potter hebben gezien. Is she talking shit right now? Oké, vandaag ga ik lentilsoep eten. Hoe Do you eat that every day? Nee. Oh, oké. Elke dag? Meen je niet goed of zo? Oh. Elke dag? Dan krijg ik diarree, gek. It just looks like you do. It looks like I do? Hoe bedoel je? Waarom? Waarom? Hoezo? Ik weet niet wat deze, ik weet niet wat deze zegt hoor. Ik eet het echt niet elke dag. Dan krijg je schepperij. This is gonna be hard. Ja, het wordt moeilijk. Is that good luck? Damn. Nee. I thought I was gonna be so good at this. Oké, okay, continue. Oké, ik ga... What? Ik ga linzensoep maken. Deze is van de Trader Joe's. Dit is organische linzensoep. Het is echt moeilijk om Nederlands te praten. Linzensoep. En dan heb ik lekker een stokbroodje erbij. Die doe ik in de oven. En weet je wat ik zo mooi vind aan onze keuken? Dat we een sunroof hebben. Oh ja, sunroof. Sunroof. Eén woord. Eén woord. En ik ga dat eten met mijn favoriete kruidenboter. Boursin. Oh mijn god. Ik hou zoveel van boursin. Heel ongezond volgens mij. Maar het is zo lekker. Dus ik ga lekker stokbroodje maken met linzensoep. En mijn lekkere boursin. Let's do it. Trouwens, koelkastje zit proppievol. Dus het komt helemaal goed. Ik heb lychee gevonden bij de $1 store. Want ik heb dit dus nog nooit gezien in de winkel hier. In de normale supermarkt. Maar ik vond het dus in de dollar store. Dus dat ga ik vanavond eten. Ik kan niet wachten. Ik heb al zo lang geen lychee gehad. Oh. Ik heb heel veel energie vandaag. Heel veel energie. Heel veel. Healthy. Very healthy. Energie. Energy. Yes. Energy drink. Heel energy. Goed, merci. Gives you a lot of energy. Heel, nee. Yay. Nee. Dat zei ik niet, maar dat maakt niet uit. Laten we haar maar laten denken dat het goed was, hè. Laten we haar maar in de water laten. Oké. Okay. Beetje scheef, maakt niet uit. Dit is een probiotic almond drankje. Oh my god. You're... Ja, ik heb heel veel ui, ik heb heel veel crispy ui gekocht. Ze lacht me nu aan hoeveel pakken ik heb gekocht. Ja, ze waren maar $1. Okay. 99 cent. Bij de... Two for a dollar? Ze waren per stuk maar $1. 99 cent. Bij de one. 99 cent? Each? Ja. Oké, okay, done. Oh my god, are you gonna talk about this all day or are we gonna have an English break? Moet ik nog even over nadenken. You'll think about it? Ja! Ah! Oh, wat goed zeg! Si, da. Dat is niet Nederlands. Ze zegt altijd da. Volgens mij is dat Russisch of zo, volgens. Oké. Oké, remember we have. Oh, you need. Ik eet soep. Oh ja, ja. Op een bord? Ik denk het niet. Oh, you can warm it up in the box. I put a straw in it. Oh, hell no. Oh gosh, I have so much bread. Ze maakt dus lekker tonijn met ui. Can this expire? Heb je te veel brood? Geef het aan mij. Je moet het in de vriezer stoppen. All the time? Ja, en wanneer je er, dan moet je dit eruit halen en dan haal je één stukje of twee sneetjes eruit en dan stop je het weer terug in de vriezer. Zo blijft het goed. Oké, okay, so stop it. Kijk hoe ik het heb.
hele brood in de vriezer. Because I do have matte one. Ja, maar deze moet je ook of in de koelkast, want het wordt heel warm hier. Dus daar komt er meer schimmel op. Mold? Ja, heel goed, heel goed. Oké, door warm. Me? Ja, prinses. Ja, prinses. We hebben meer pasta. Geweldig. We dachten, aangezien het quarantaine is, we wilden ons een beetje meer voorbereiden op... Eventuele lockdown. Lentils op mijn arm. Ze gaat over de nek. Ah! Oh, gezondheid. Grazie. Hier is mijn lentilsoepie. En ik ga er een beetje tomatenpasta bij doen. Maar aangezien we dus ons wilden voorbereiden op een eventuele lockdown, hebben we heel veel dingen gehaald die, weet je, in pakjes zitten. Noedels, bruine rijst, chips, crackertjes, meer ramen noedels. Veel pasta's, veel dingen voor in de vriezer. Omdat we dus niet wisten wat er ging gebeuren. En eigenlijk nu alle supermarkten hier in LA al helemaal leeg zijn. Er is geen wc. Ik een rode eitje. Heb je gekeken of het nog goed was? Heb je naar de datum gekeken? Because it's spoiled? Is that what you're Heb je gekeken? I think it'll be fine. It sells sell by. It's not like you have to make sure it's out the store by this date. Not expired, you know? Ja, maar als jij straks voedselvergiftiging krijgt door ei. Can you have the black paper and the salts, please? Dan zijn we nog verder van huis. Zwarte peper? Welke? You did? Salt. Salt? Normaal zout? Ja, normaal zout. Oh, mijn batterij is leeg. Even opladen. En nu lekker mijn soepje eten. Ik heb een beetje tomatenpasta erbij gedaan. Dus het is heel erg lekker tomaterig. Ik wacht nog op een paar broodjes uit de oven. Een beetje kruidenboter. En we gaan Love Island kijken. Australia. Australia. Dus ik zie jullie wanneer ik ben gedoucht. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag donderdag 19 maart. En het is quarantaine dag. Oh, ik weet het niet eens, joh. Ik heb geen idee. Anyway, gisteren na mijn linzensoepje ben ik 2-3 uurtjes op de bank gaan liggen. En heb ik geëdit en gebeld en van alles gedaan. Dus ik was wel productief, maar ook niet. En daarna ben ik naar mijn kamer gegaan en had ik niet echt iets te melden. Ik heb een video geüpload en zoals ik zei geëdit. Dus ik ga gewoon verder met de Nederlandse vlog vandaag. Ik denk dat ik vandaag mijn quarantaine breek. Want ik moet naar buiten om eten te halen. Wat dus best wel irritant is. En... Oh, ik krijg net een berichtje van een vriendinnetje. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik heb een aantal vrienden die langs wilden komen. Maar ik heb nee gezegd. Omdat ik zie dat ze overal zijn. Dus dat ze op feestjes zijn. En dat ze met andere vrienden zijn. Wat niet erg is. Alleen... Ik vind als jij niet in quarantaine zelf gaat, waarom zou je dan mij in gevaar brengen? Ik ben gezond en ik wil niet dat er vrienden langskomen die overal en nergens zijn en dan hier even langskomen en dan mij en mijn huisgenoot ziek maken. Dus ik heb gezegd dat ze niet langs mogen komen. Maar een van mijn andere vrienden die dus wel al een paar dagen in quarantaine zit, die wil boodschappen doen. Dus we gaan samen boodschappen doen. Ik dacht, hij is in ieder geval veilig. Want hij neemt het ook serieus. Dus het is een beetje een rare toestand. Want ik vind het ook raar om tegen al mijn vrienden te zeggen... Nee, je mag niet langskomen. Maar ik woon niet alleen. Dus als ik zeg ja, ik moet het sowieso bespreken met mijn huisgenoot. En zij vindt dat gewoon niet fijn. Ik ben een beetje zenuwachtig om naar buiten te gaan. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Ik ben niet bang. Want ik heb gewoon een goede weerstand. En ik ben heel erg ziek geweest een paar maanden geleden. En ik had alle symptomen van het coronavirus. Dus ik vind het heel grappig dat ik... Of grappig, ik vind het helemaal niet grappig. Ik vind het apart dat ik dat toen had. En toen bestond het coronavirus nog niet eens. Dus ja, ik ben niet bang voor mezelf. Maar ik vind het wel een eng idee dat de hele wereld het virus kan krijgen. En dat heel veel mensen het dus ook niet serieus nemen, vind ik ook best wel eng. Maar oké, vandaag ga ik dus naar buiten. Dus ik heb me aangekleed. Ik ben gewoon lekker in mijn sweatshirt. En ik ga nog steeds door met Nederlands praten tegen al mijn Amerikaanse vrienden. Dus
Dat maakt het wat interessanter. En what else? Ja, dat was het. Als je mijn nieuwe video nog niet hebt gezien, check it out. Ik heb 2 dagen achter elkaar gepost en ik ga vandaag weer posten. Ik ga gewoon proberen om elke dag te posten, want what else can I do? Niks. Ik kan echt niks doen. Ik heb, als ik castings heb, dan is het wel fijn dat ik die zelf kan filmen en gewoon een self-tape kan insturen. En het is lekker makkelijk. Ik doe het gewoon thuis. Ze geven instructies. De meeste casting directors willen je handen zien. Ze willen je full body zien. Dus dan maak je gewoon een foto van je gezicht, je profiel, je handen. En dan doe je een filmpje waarbij je jezelf voorstelt. En that's it. Het is best wel simpel. Dus dat is in principe oké. Alleen dan, als je dan wordt geboekt, dan is het nog maar de vraag van wanneer ga je shooten. Aangezien het virus dus nog, we zitten er middenin. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren. Ik hoop natuurlijk dat het morgen voorbij is. Ik werd vandaag wakker en ik dacht, was het een droom? Was het een droom? Maar dat was het niet. Want om de een of andere reden zijn er echt heel veel auto's op de weg vandaag. En het weer is ook super slecht. Het is echt rot weer. Dus ik ben dan echt zo iemand, ik ga dan nadenken over het weer. En dan denk ik, wacht even, hoezo is het opeens nu tijdens de coronavirus zulk slecht weer? Ik ga dan allemaal conspiracy theories bedenken. Want ik hoorde dus dat het coronavirus alleen maar kan voortleven met koud, met een koude temperatuur. Dus nu denk ik van, oh mijn god, het is allemaal corrupt. Iemand die bestuurt het weer en die maakt het gewoon koud hier. Want het is nog nooit zo lang achter elkaar koud geweest. En regenachtig en gewoon afgekoeld. Maar ja, dat ben ik dan weer met mijn crazy brain. Maar ik hoop dat jullie allemaal nog steeds veilig zijn. Blijf vooral veilig en binnen. Als het niet nodig is om naar buiten te gaan, zou ik echt niet aanraden om naar buiten te gaan. Want je weet niet of je het virus hebt. Het kan geen symptomen hebben en dan 2 weken later, boom. En dan kan je je ouders ziek maken en die zijn al wat ouder. Of je opa of je oma of wie dan ook. Dus ik raad aan om gewoon lekker veilig te zijn en thuis te blijven. Maar goed, iedereen die doet zijn ding. Ik moet nu ook naar buiten om eten te halen. Dus, let's go. Oké, mijn mattie is hier. En ik heb een broodje gemaakt. Maar ik dacht dat hij iets later zou komen, maar hij is er dus al. Ik heb een broodje gemaakt met kip, mayo en zongedroogde tomaatjes. En hij staat beneden te wachten. Dat is hem. In zijn kleine autootje. We gaan de boodschappen doen. Ziet er wat lekker uit. Vind ik zelf. Ik ga het in de auto eten. What's up? What up? No more vegan for me. No more vegan. No more. No more? What's that? You did it? Yeah, 30 days. You want a bite of this? You have to take a bite of this. Take a first bite. Take a first bite. I'm telling you, take a first bite. What is it? It's amazing. It's chicken. Take a first bite. What is it? What? Take a bite. Here, hold it with the plate. It's gonna leak. What kind of chicken? It's great. Take a bite. Why you got a pink plate? Because I'm a girl. That's my first. Your first? Yeah! I was vegan for how long? What, that's it? Good, yo. That's good, right? Oh, I told you. Shit is great. Chicken is hitting. You forgot that I can make great sandwiches. That's not even, that's a half a sandwich. I don't know what that's called. That's just the sand. Mm-hmm. The chicken. I'll make one for you at home. Huh? How can I make one for you at home? Alright. This is my breakfast. Breakfast? Yeah. It's noon. It's 1. I didn't eat anything. I woke up really late. Oh my goodness. Nothing to do waking today, up late. I'm speaking only Dutch. Alright. So luck. You have to figure out. You good luck. You have to figure out what I'm saying. Okay? In the words of Childish Gambino, this is America. I'm starting now. Gotta cut the music off. Shout out Justin Bieber though. But you know, YouTube gonna sue us or something. Nah.
Which one should we go to? Yeah. Wil je naar de Ralph's of wil je naar... It's Ralph's, but which one though? We gonna do it like this. This way or this way? Deze was leeg. 4 dagen geleden. Hij was leeg. Okay, we zullen het zien. Yeah. Line. Rij voor de supermarkt. Heel fijn. Geweldig. 2 for 2 with the lines. Jeetje Mina. Potverdorie. Potverdorie. Goed zo. Yeah. Waar gaan we nu naartoe? Yep, that's what I was. Wat nu? No, that's what I was saying. Wat nu? I said I agree. You understand what I'm saying? Wat nu? What you think? Do I understand what you're saying? Obviously not. Mercy did. Alright. Mercy speaks 7 languages. I don't. It's not the best look, but it's alright. We gaan heen. Another freaking line, son. Waar gaan we naartoe? Bedoel je die? Bedoel je die? Nah, that's not it. That's not it? Welke dan? Welke dan? Welke dan? Welke dan, right here. So you gotta know the parking in LA, because they'll get you. Valet, yeah. $10. Parking meter, probably like $35 at the end, so you gotta hit one of the side streets, hit 35. A right turn, 2 times for the 1 time, and pull up. 2-hour parking. Ik vind parkeren hier best wel goedkoop hoor. Je gooit geld in de meter. Yep. En meestal is het maar 25 cent en dan krijg je al een half uur. Watch the kids, save the kids, save the kids. You heard? Skirt! Toch, Maus? Nope. We staan in de rij. I got the car, you heard? They put a no wheelie bar on this. Yeah. No geen wheelies voor jou, grappie. Geen wheelies voor jou. I feel like a nightclub and I don't even go out, but I know this is probably what it feels like for a lot of you. Well, ik sta never ever in de rij. Wij doen niet aan rijden, toch? Yeah. Wij doen geen rijden. Hey, watch when the clubs open back up, watch everyone party like they accomplished something. I'm calling it now. I'm gonna be watching from the house like, oh word. We zijn in de supermarkt. We stonden maar 10 minuten in de rij. Niet eens. Ik lieg. 5 minuten. We stonden echt heel kort in de rij. En deze meneer was vegan de hele tijd. Dus we gaan nu vlees eten. Want daar hebben we zin in. Ik was pescatarisch, maar ik, zoals je zag, eet gewoon kip weer. Ik eet geen beef en ik eet geen varken, maar ik eet vis en ik eet kip. Vooral met deze tijden, ik had letterlijk geen keus. 3 dagen geleden lag er alleen maar kip, er was geen vis, er was helemaal niks. Ik had een beetje diepvriesvis, maar ik moest meer eten hebben, want ik dacht, we gaan allemaal uitsterven. Die willen we hebben en we willen die hebben en we willen die. Deze man gaat zoveel buikpijn krijgen. Melk. Cornflakes, Oreo's, Pop-Tarts. Wat denkt hij wel niet? Nou, zo lang vegan zijn, dan kan je echt niet zomaar zoveel melkproducten eten. Hij gaat echt... Hij gaat mijn toilet vol poepen. Niet mijn toilet, hè, gek? Niet mijn toilet, hè? Maas! Je gaat niet mijn toilet vol poepen, hè? Je gaat niet mijn... Anyway. Na deze hele virus ga ik weer stoppen met kip eten, want mijn lichaam vond het heel fijn. Minced garlic. Options. Always options and always flavors. Regular Chips Ahoy, because you don't need any options with that. Comes how it needs to come. Thins. These are actually more fire than you think. Yeah, I like those. These. I've never had those. Never had those. What? You never had these? No. Bruh. Tripping. You gotta have these because it balances out this. Sometimes these get a little too much filling. Oh, not always okay. The best. So you get this, switch back and forth, one of each. One, dip it in milk,
The double stuff. Oh, that's what the milk is for. Well, I'll dip it in my almond milk. Ik doe altijd boodschappen en ik heb dit nog nooit gezien. Snicker milk. En Twix milk. What the heck? Hartaanval bedoelen ze. Hoi mama! Ja, hij ziet er leuk uit hoor. Schattig. Zeg hoi YouTube. Hoi YouTube. Vanuit Nederland. Oh, hallo YouTube. Het is 3 uur na de middag. Ik ben de avond. Nu de saus maken voor de crab legs. En ik ben water aan het koken voor de crab legs. En we gaan crab legs eten. De saus is bijna klaar. Die is nog lekker aan het sudderen. Ik heb minced garlic gebruikt. Old Bay seasoning. Lemon pepper. En heel veel liefde. En daar zijn onze twee grote... how do you call it? Big crab? King crab legs. Mm-hmm. En daar is de shrimp. Die is aan het koken. En hier is onze snow crab legs. Dit wordt een feestje. Are you ready for attack? You have to send me all the footage of us eating. I'll just drop it to you. Okay. It gotta be closer though. Ik zie er niet uit, maar we hebben net gegeten en het was heerlijk. Als je ons wilt zien eten, ga dan naar mijn nieuwe channel. Right. De link naar mijn nieuwe channel is in de description box en het heet Zenny Eats ASMR. Dus als je ons wilt zien eten, ga dan naar mijn nieuwe kanaal. Dit is het einde voor mijn Nederlandse vlog. Laat me weten of je meer Nederlandse vlogs wilt. Like deze video als je meer Nederlandse vlogs wilt. En hopelijk was het een beetje leuk. En... wil je nog wat zeggen? Huh? Zeg doei! Zeg doei, ja. Zeg doei! Doei! Zeg doei! Nee, just doei! Dat is Nike. Just do it. Just do it. Doeg. Blijf veilig.